De Gramang der Saramakaners, Albert Aboikoni, is naar het rampgebied in Brokopondo getrokken om de gemeenschap moed in te spreken. Het opperhoofd zegt dat hij heeft nagedacht over de rampsituatie. Hij is thans op het punt beland waarbij hij koste wat kost de Saramakaanse gemeenschap ervan bewust wilt maken dat zij zich met de rest van Suriname moet bundelen voor een gezamenlijke aanpak van het probleem. No, die pak zei die kwam hier din. En dat een wassen baby sa, vind je wat tof wou toe. Voor mij taki, no sa maken en gefoestan. Bisa weki. No, die zijn bij de moest op pikken dat a doe die u voor kwam wan. Maar ja, een wak kwam wan, ze ben nou sa hip u. No, wou libi pasa de probleem de takota met u. Kuma konde. Basha ito walizi. E wakwa wan. Wauli bi pasa de problem de takota mitiwi ade konde. Ade tende de non non waki. Ata e sita henda umusu kwa wan. Fu sabi di kakiti. Fu hoi tampu. Ta hibi wan problem di kohenda kosa nakien out. Basha di pakise de henkwa mi. De Gramang verklapt dat hij zich persoonlijk wil oriënteren in de dorpen en het verhaal van zijn mensen wilt horen. Aboikoni zegt dat er los van hulp ook veel moed nodig is om de obstakels te overwinnen die de natuur opwerpt. Districtscommissaris Ludwig Mendelssohn stelt dat hij alles eraan zal doen om de bewoners tegemoet te komen. Hij zegt als geen ander de emoties van de mensen te begrijpen. No, die wat ataco is a die utredim qua die matia aqui. No, die is me bel met aos ude ta singi. Faz de qua atendo os tribia con o beina a do ka. No. Ata de uma solidi ta da paxei. Fica sa analio se me bisingi wa pasca. No, die emoti ku di frustrasi moxi. No. Atacha trauma da desse mbefu miko minister yi wiki di passa no miko minister wa ka want to dey konde no itayi fa desse metafa ya ma na desse ke fam popalo dey fa de ke fam ma ganse be odi piki di anda di fuka di de bi mark me dey dans di tesa bi tambe di tang we eti de da ka ko de ta kita di wata di de tapa. En die zijn dan aan de bakauto na bij de singimo. No, ze is sabi. Hoe vast van deze mevrouw Tafi. Mendelssohn en ook enkele kapiteins van het gebied zijn de mening toegedaan dat de dorpsbewoners elkaar moeten helpen. De berichtgeving binnen de gemeenschap zal volgens de districtscommissaris opgevoerd worden en op dagbasis plaatsvinden. De burgervader roept de totale Saramakaanse gemeenschap op om samen met de rest van de Surinaamse gemeenschap sterk te blijven en door te bijten.